Dag Wesley, de Gelder van de Tropendragers. De 49ste keer dit jaar. Ja, de 49ste keer inderdaad. Vrijdag de 21ste juli. Om 8:30 vertrekken we uit Gravensteen. Met een man of 50 in het wit. En een man of 20 in het zwart. Gaan we bloedvoets door de stad. Beginnen van het Gravensteen. En dan gaan we zo langs het kanon. De Vrijdagsmarkt, de Belfortstraat, daar keren we zo terug langs de Korenmarkt en naar het Gravensteen terug. Ja. Beetje de geschiedenis na van vroeger, hè? Maar we gaan geen geschiedenis vragen, Wesley, zeg gerust. Maar gezegd, zijn er door een aantal in het zwart? Ja, die mensen die in het zwarte tabart lopen, zijn eigenlijk onze kandidaatstappende leden dit jaar. Ja. En de mensen in het wit, hoe hebben die geselecteerd? Op dezelfde manier, hè? Ja, de mensen in Twitter zijn de krijsers van vroeger. En ja, geschiedkundig is dat een beetje vastgelegd op 50. En die gaan met de strop rond de nek achter elkaar, bloedvoets ook, door de stad. Ter boetedoening, hè, in de tijd waar dat er met keizer Karel allemaal gebeurd is. Hè. We zien de stad, het centraal gezag, niet erkend. Bevelen wij de ontbinding van alle gelden en ambachten. En de bezettingen worden aangeslagen. Voor de poorters, de schepenen en de commerçanten die hun steun verleenden aan de krijgers, bevelen wij als voorbeeld voor het ganse rijk zullen op 3 mei alle schepenen en stadsambtenaren, 30 bekende poorters, de deken van de wevers en 1 vertegenwoordiger van de opperdeken in zwarte tabaard en blootsvoets vanaf het stadhuis naar het Prinsenhof komen. En daar aangekomen zullen zij knielend aan de keizer om vergiffenis en genade smeken. Deze groep zal gevolgd worden door 50 krijsers in witte tabaards en blootsvoets en met de strop rond de hals, klaar voor de ophanging. De straf zal echter door de verleende genade van de keizer niet uitgevoerd worden. Ja, genade.